vrijdag gisteren. Ja. Wat heb je gedaan? Gisteren hebben wij met een aantal nog getraind in de ochtend. Het was een pittige training, omdat het echt behoorlijk warm was. Maar daarna hadden we ook wel een lekkere middag om af te koelen bij het zwembad. Gewoon even lekker, echt ja, even dus beetjes omhoog. Ja, dat zeker. Ik heb wel echt genoten van het weer. Ook gewoon, gewoon echt, dan kan het een keer, dus dan moet je er ook zeker van genieten. Is dat ook belangrijk, een paar uurtjes eventjes, even niks? Ja, dat moet ook gewoon. Het is niet, je kan niet alleen maar elke dag volle bak bezig zijn met voetbal. Je moet af en toe echt wel even vrije tijd hebben gewoon om je eigen ding te kunnen doen. Heb je al een indicatie of je gaat spelen donderdag? Nee, die heb ik nog niet. Nee. Ik kreeg die vraag net ook, maar nee, eigenlijk niet. Dat is aan de coach en ik ben zelf ook wel heel benieuwd. Ja, wat verwacht je? Nou, ik heb eigenlijk geen hoge verwachtingen. Dan, het is eigenlijk, ik weet nu mijn plek eigenlijk. En als ik het met een invalbeurt moet doen, dan probeer ik die zo goed mogelijk in te vullen. En mag ik er dan een keer staan, dan is dat natuurlijk voor mij heel mooi meegenomen. En dan wil ik ook gewoon mijn uiterste best kunnen doen, ja. Maar als er een moment is om er te staan, dan zou het wel nu tegen Canada zijn, toch? Ja, op die manier ja, omdat je al weet dat we door zijn natuurlijk. Maar ik denk niet dat onze coach daarmee bezig is eigenlijk. Ik denk dat ze gewoon denkt dat we hebben een vast team, we hebben de vaste elf en daar doen we het mee. Ik denk dat ze op die manier denkt. En moet ik het dan met een invalbeurt doen, dan wil ik die zo goed mogelijk in kunnen vullen. Maar is dat niet moeilijk te accepteren als je ziet hoe het spel van Nederland zich de afgelopen twee wedstrijden heeft ontwikkeld? Het is best wel lastig, want ik ben wel een speelster. Ja, ik ben gewoon eerlijk en ik denk ook wel dat ik met mijn kwaliteiten ook wel meer minuten had mogen maken. De afgelopen twee wedstrijden ook. Maar die rol heb ik inmiddels en dat weet ik, dat ik gewoon die rol nu heb. En die probeer ik dan zo goed mogelijk in te vullen. En mag het dan een keer een andere wedstrijd meer kunnen zijn, dan ben ik daar hartstikke blij mee. Heb je het gevoel dat je dichter tegen die basis aan het kruipen bent? Ik denk het wel. Maar ik denk ook wel dat ik het afgelopen half jaar ook wel heel belangrijk ben geweest voor dit team. En dat het daardoor ook best wel moeilijk is om dan nu in één keer de rol als echte wissel aan te nemen. Maar je merkt ook wel inderdaad met mijn kwaliteit en het spel wat ik laat zien, dat je ook wel merkt dat ik steeds dichterbij kom. En dan is het maar wachten totdat het moment daar is. Ja, want ik zag je invallen natuurlijk tegen Cameroen. Ja. En ik dacht wel even van, oké. Ja. Ja. Wat dacht je zelf? Ik vond het inderdaad ook wel een lekkere wedstrijd van mezelf. En als ik in mag vallen, dan wil ik dat inderdaad zo goed mogelijk in kunnen vullen. En dan ga je er gewoon in. En ik heb niet zo'n, hoe zeg je dat? Het is... je hebt niet zoveel te verliezen. Je bent al een wisselspeelster. Nou, mag je er dan inkomen, dan wil je gewoon je uiterste best doen. En dan kan je gewoon eigenlijk lekker vrij voetballen. Zoals ik eigenlijk ook de afgelopen wedstrijden heb laten zien. Is het een nadeel dat je Janice voor je hebt? Nadeel. We zijn eigenlijk één team. We hebben 23 goede speelsters. En we zijn inderdaad echt wel aan elkaar gewaagd. En dat zie je ook wel op meerdere posities. En dus het is niet per se een nadeel, want ik kan ook echt wel dingen van haar leren. En zij kan ook wel dingen van mij leren. Dus zo heb je eigenlijk de goede klik samen. En dan is het uiteindelijk nog steeds aan de coach voor wie zij kiest. Hoe zit het met je historische kennis van het mannenvoetbal? Historische kennis van het mannenvoetbal? Op welk gebied eigenlijk? Als ik zeg het EK 2008 in Zwitserland. Kan je daar nog iets van herinneren of niet? Nederland won de eerste twee wedstrijden van Italië en van Frankrijk. Speelde daarna tegen Roemenië. Zegt dat je iets? Nee? Marco van Basten was de bondscoach. En Nederland was al geplaatst voor de volgende ronde. En die heeft toen het hele team omgegooid. Dus gewoon bijna alle basisspelers eruit. Oh, wow. Rust en... Kun je dat herinneren? Nee, dat kan ik me eigenlijk echt niet herinneren. Ik was ook een stuk jonger. En toen keek ik... Ik keek wel naar voetbal, maar niet zo op de manier hoe je nu naar voetbal zou kijken. Dus ik heb geen idee, maar... Is dat iets wat nu mogelijk zou kunnen zijn? Of zeg je nou, dat is echt uitgesloten? Nee, dat is denk ik echt uitgesloten. Ik denk niet dat Sarina dat zou doen. Nee. Nederland won toen wel met 2-0 van Roemenië. Zo wilde ik het niet zeggen. Maar ik denk niet dat dat bij ons gaat gebeuren. Nee, en omdat het verschil tussen de bank en de basis te groot is?
Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Ik denk meer dat zij op dat gebied daar eigenlijk niet mee bezig is en dat eigenlijk niet zou willen. Ook gewoon, je bent wel gewoon op een WK en ik denk niet dat zij zomaar het team om zou gooien. Ook al ben je al zeker van een volgende ronde, dat zou zij echt niet zomaar doen. Nee, terwijl je wel zou denken, nou, misschien dat er op een aantal posities echt wel verbeteringen mogelijk zijn. Mm-hmm. Ja, maar dan nog, het is altijd nog aan haar. En zij heeft natuurlijk haar eigen ding. En ik denk niet, ik ken haar natuurlijk langer. En ik denk niet dat zij daar zomaar vanaf stapt. Heb je wel contact met haar erover? Zit je wel eens te hinten of grapjes erover te maken? We hebben eigenlijk regelmatig gewoon gesprekjes onderling. Ja, we kennen elkaar langer, dus het gaat niet alleen maar over voetbal. En dus het is ook wel, je hebt soms wel gewoon af en toe wel dingen waarvan je denkt van, misschien pakt ze het op of iets. En dat ze zelf ook wel naar me toe komt van, je hebt de afgelopen wedstrijden ook, je bent echt goed ingevallen. Daar ben ik super blij mee en dit en dit. Dus het zijn wel dingen waar we ook wel makkelijk samen over kunnen praten, ja. Maar toch niet dat ze zegt van, jij bent mijn man donderdag. Nee, dat heeft ze nog niet gezegd. Of vrouw, beter gezegd. Nee, dat heeft ze nog niet gezegd. Nee, jammer. Nee hoor. Dankjewel, ik hoop.